Boudewijn Tarenskeen. Vanavond de jouw Matthäus Passion. Mag ik hem zo aanduiden? Ja, dat klopt. Wil je er iets over vertellen? Waarom moest je dat schrijven? Moest je dat componeren? Omdat voor, ja, dat heeft te maken met mijn fascinatie voor, noem het maar, overleden genres, zoals het oratorium of het recital. Dat zijn genres die niet meer zo leven. En als er een oratorium wordt uitgevoerd, dan beperkt het zich natuurlijk tot de Matthäus-passie of het Weimar's oratorium. En de recital vorm, die is ook niet echt, dat leeft ook niet meer. En als er een recital wordt gegeven voor stem en piano, is het toch weer de winterreizen. En er zijn nog een aantal van dat soort genres waar ik me dan in vastbijt. En probeer niet zozeer te restaureren als het genre weer te herontdekken. Mm. En in het geval van het oratorium is het, wat mij fascineert, is die formele vorm. Mm. Dus dat er een koor is en een voorzanger. En het zijn altijd na elkaar. De zanger die zingt wat en die gaat zitten. En dan gaat het koor staan en brult wat. En dan gaat het koor weer zitten. En dan krijg je een instrumentaal tussenstukje en dan komt er weer een dame die staat, die loopt naar voren en zingt een aria. Nou ja, dat gaat dan uren door. En daar is helemaal niks in veranderd. En dat vind ik zo spannend om te kijken of je binnen die vaste afspraken nog, of er nog rek in zit. Dus mijn eerste motivatie was een beetje technisch, ambachtelijk. Ja. Als componist. Plus dat ik ben katholiek, ik ben misdienaar geweest. Ik heb voor Gregoriaans veel gehoord in mijn jeugd. Ondanks het feit dat ik afstand heb genomen van het geloof, blijft er natuurlijk nog veel hangen als je vanaf je tweede, derde die muziek hoort. En later Bach hoort en al die andere componisten die daar overheen zijn gegaan. Ja, dat laat je niet meer los. Dus daar neem je geen afstand. Ja, ja, ja. En de keuze om deze tekst te nemen, is die ingegeven door het feit dat dat nu eenmaal ook het bekendste oratorium is? Ook misschien wel het enige wat nog regelmatig wordt uitgevoerd? Of zijn er ook andere overwegingen? Als je had op de Lucas Evangelie kunnen nemen, of misschien een totaal andere tekst niet uit de Bijbel? Nee, dit is toch wel een beetje het boegbeeld van de christelijke beschaving. Ja. En ik dacht, laat ik die maar meteen bij de kladden nemen. En het heeft ook een voordeel dat mensen die in de zaal zitten dan alvast een referentie hebben. Want ja, dus iedereen kent het verhaal en gaat dood op het eind. Ja. Maar er zijn een aantal lezingen van het verhaal. Hè? De evangelisten, Lucas, wat je zei, en Johannes. Marcus, die hebben op eigen manier hebben ze dat beschreven. Ja. Die hebben het ook allemaal uit de tweede hand, want ze waren er niet bij, waren lafbekken. Ja. Maar dus, dat vond ik wel een leuke insteek. Van Marcus was het, geloof ik, die was heel erg poëtisch. Ja. En Johannes, die hield zich een beetje met politiek bezig. Dus dat waren wel verschillende versies van hetzelfde verhaal. Ja. Ik heb ze allemaal gebruikt in mijn Matthäus Passion. Ja. Ik heb ze naast elkaar en over elkaar heen gelegd. En ik heb alle aria's en de koren eruit gegooid. Omdat ik me wilde beperken tot die verschillende interpretaties van geschiedenis. Ja, ja, ja. Het is niet alleen maar muziek wat plaatsvindt, want er is ook regie. Wil je daar iets over vertellen? Is het een, zou je zeggen, kunnen zeggen, een muziektheatrale voorstelling, of is dat niet het goede woord? Je kan het muziektheater noemen. Dat was ook mijn bedoeling. Ik wist ook dat dit kan je niet als concert brengen. Dus ik had in mijn partituur al behoorlijk wat aantekeningen gezet wat er eventueel zou kunnen gebeuren in beeld. Maar niet zozeer in beeld, maar wel, ik had die solisten een karakter meegegeven. En
een karakter waar iedereen zich in kan herkennen. Zoals de vierde bariton, die is een hufter. Dat staat ook in de partituur, jij bent een hufter. En de alt is een dienstmeisje, is een beetje een muurbloempje. En je hebt dan nog een tolk, die probeert van alles te vertalen. Er zit een ambtenaar tussen, die alles een beetje op afstand houdt. Er zijn 11 verschillende karakters had ik genoteerd. En vanuit die situatie ben ik die noten gaan schrijven. En dat suggereert muziekdrama. Mm. Dat suggereert wel een theatervorm. Ja. En Paul Koek, die ik al heel lang ken, die is hier heel goed op ingesprongen. Die heeft... Ondanks het feit dat er in de partituur toch al wat stevige indicaties stonden van de componist. Wat Schoenberg en Wagner ook deden vroeger. Zij komt links op en de draak komt op dat moment tevoorschijn. Of wat Schoenberg ook deed, zij moet dit zingen met gebalde vuist. Wat dus helemaal niet meer wordt overgenomen door de regisseurs. Die aantekening had ik ook een beetje in de partituur verstopt. En Paul heeft daar weer zijn eigen lezing van gemaakt. Ja, maar tot jouw vreugde en tevredenheid. Ik ben hier heel erg blij mee, omdat het een... Het is heel spannend. Het stuk is spannend omdat het ook fout begrepen kan worden door mensen. Dat heb ik ook wel ervaren. Mensen die vonden het... Er waren mensen die konden erin meegaan en er waren mensen die vonden het te ver van, zeg maar, de Bach, Matthäus. En dat kan gebeuren. Nee. En dat vind ik dan ook alweer, daar ben ik alweer tevreden mee. Dat je verschillende stemmen hoort, verschillende commentaren krijgt. Ik begreep uit de toelichting die November Music heeft gegeven dat het voor jou meer gaat om de twijfel die ook uit het verhaal spreekt en de onzekerheid dan over de beslistheid die we aan Bach toeschrijven. Of dat helemaal terecht is in de tweede natuurlijk. Maar nou ja, is dat... net als met Messiaen en Bach, die zijn overtuigd van dat er een God is en een hiernamaals waar besloten wordt of je een goed leven hebt geleid. Mm-hmm. En dat dogma, dat heb ik verlaten. Mm-hmm. Dat doe ik dus niet. Mm-hmm. Dus dat is de twijfel, mm-hmm, waar iedereen natuurlijk wel een beetje mis zit. Vanuit die twijfel heb ik dit stuk wel geschreven. Ja. Het is dus geen propaganda. Nee. Wat je vaak hoort als je... Messiaen minder, maar Bach, dat is echt een propaganda werk. Ja. Wat je toeschalt. Ja. Waarin je hoort. Maar ze willen je toch overtuigen dat er maar één God is. Ja. En dat er maar één manier is om dat te beleven. En dat er maar één kerk is. Dat zegt Johannes ook. Ja. Nou ja, en dat zijn dingen waar ik natuurlijk nog een komma achter zet. Geen punt. Maar daar zet ik een behoorlijke komma achter. Ja, dat is wat je er straks zei. Ik ben katholiek, maar heb het geloof ook losgelaten? Of? Ik heb de kerk losgelaten. De kerk losgelaten. Het geloof heb ik niet losgelaten. Ik denk dat iedereen wel behoefte heeft aan een geloof. Ja. Ja. Maar het geloof als instituut, met iemand aan het hoofd die af en toe wat hoop te ontmoet, dat heb ik al heel lang achter me gelaten. Ja. Is er muziek denkbaar zonder dat er zoiets achter zit? Wat bedoel je? Nou, is er muziek, zou je muziek kunnen maken? Nee, zou jij muziek kunnen maken zonder dat dat een motivatie is? Zonder dat dat in je drijfveren zit? Je bedoelt een strijkkwartet. Bijvoorbeeld? Ja, een strijkkwartet, dat zijn noten. Ja. Nou, dat is een goede vraag, want er wordt wel eens gezegd dat die projecten van mij, die vragen zich altijd iets af. Hm. Zo heb ik Parsifal ook een keer opnieuw geschreven, de opera Parsifal Wagner. En ook tevens afgevraagd
om iets te noemen, of dit nou een opera was of een oratorium. En met zo'n vraag ga ik dan aan de slag. Ja. En dan in de hoop dat men dat volgt. Ja. Waar kijk ik nou naar? Kijk ik nou naar een oratorium of kijk ik nou naar een opera, in het geval van Parsifal? En in de Matthäus kijk ik nou naar iemand die deze tekst gebruikt omdat hij met een missie bezig is? Of kijk ik naar iets autonooms? Iets wat met de wereld te maken heeft. Ja. Ja. Verheug je erop vanavond? Het is niet de première, hè? Nee, het is een reprise. Ja. Ja, ja. Er zitten wel een paar nieuwe mensen bij. Het is heel uitzonderlijk dat er van de 19 mensen 16 overgebleven zijn. Dus dat is heel erg. Dat vind ik ook allemaal heel leuk om te doen, natuurlijk, omdat het geen koorwerk is. Het is allemaal. Ze mogen eindelijk soleren. Ze schitteren. Ze mogen nu schitteren. En dat vinden, niks is leuker als een koorlid solo of zo. Maar het is wel een herneming, dus zeg maar dat de grote spanning is er wel af. Ja. Heb je dingen veranderd in de tussentijd? Nee, we hebben helemaal niks veranderd. Nee. Ik verheug me er enorm op vanavond. Ja, veel plezier. Ja. Je komt?